draagt een strohoed. Ben jij een van de afgevaardigden voor het Vredescongres? Dat klopt. Ik ben Chuck Cheddar, avontuurlijke kaas. Ik ben op weg naar het congres, maar mijn ballon zit vast in deze lastige suikerspinwolk. Volgens mij waren er nog nooit zoveel... Ik ben Pajama Sam. Kan ik je lift geven? Ik kan de ballon niet achterlaten. Maar jij kunt iets voor me doen. Pajama Sam helpt iedereen in nood. Nou, dat ben ik. Kijk, ik moet de ballon zwaarder maken, zodat hij zo zwaar wordt dat hij loskomt en naar beneden drijft. Waarom klim ik niet gewoon aan boord? Nee. Het moet precies het goede gewicht zijn, anders ga ik te snel naar beneden en stort ik neer. Oh, hoeveel gewicht heb je nodig? Dat is het probleem. Ik weet het niet zeker. Ik moet totaal 5 kilogram zand hebben, maar er hangt al 1 zak zand onder de ballon. En ik kan niet zien hoe zwaar die weegt. Kun je het van daar af zien? Nee. Wees maar niet bang, ik bedenk wel iets. Ik zou je heel wat schuldig zijn. Skis en stokken zijn zelfbediening. Oh, jongen, ik ga skiën. Daar ga ik. Hier is nog een spaarpunt. Ik heet Sproetje. Ik ben Sam. Waarom kom je ook niet zwemmen, Sam? Het water is lekker. Ik wil niet nat worden zo vlak voor het eten. Maar misschien kun jij me een lift geven. Natuurlijk. Spring er maar op. Oké, een spaarpunt. Ik ben geen frietje. Ik ben Pajama Sam. Ah, is dat zo? Jammer. Hou je van frietjes? Ik ben dol op frietjes. Vooral met mirikswortelsaus. Mirikswortelsaus. Eigenlijk lust ik ze alleen maar als er mirikswortelsaus op zit. Dan ben ik gewoon niet te stoppen. Ik vind ze het lekkerst met ketchup. Nou, iedereen zijn eigen smaak. Jongen, dit is leuk. Kijk eens naar al die verschillende sausjes. Ja, het is een sausjesboom. Oh jongen, ketchup. Ketchup smaakt overal lekker bij. Barbecue saus. Ik doe dit op mijn ertjes. Mams vindt het walgelijk, maar het smaakt goed. Pikante saus. En hij is extra pikant. Dit is azijn. Het smaakt op zichzelf gruwelijk,
maar is lekker op salades en zo. Mosterd. Ik hou van mosterd op mijn brood. Dit is pikkelilly, degene die je met uitjes maakt. Dit is mayonaise. Mams doet het in gevulde eieren. Yummy! Eeuw, merikswortelsaus. Dit spul is te sterk voor mij, maar sommige mensen vinden het lekker. Dit is sojasaus. Mams vindt het leuk om hiermee te koken. Eeuw, merikswortelsaus. Dit spul is te sterk voor mij, maar sommige mensen vinden het lekker. Ik neem deze merikswortelsaus toch maar mee. Hij kan misschien van pas komen. Is dat? Is dat merikswortelsaus? Aha. Oh, jongen. Nou, droog blijven lukt niet meer. Dat vond ik leuk. Is het zeker? Laten we hier maar niet te lang blijven. Ook. Oké, een spaarpunt. Zullen we? Zullen we? Nog een spaarpunt. Excuseer, waarom draag jij een zak over je hoofd? Wat? Oh, ik verstopte me voor de snoepsoldaten, man. Zijn ze al weg? Ik zie niemand. Gelukkig. Bedankt voor het wekken, maat. Ik ben August Augurk. Ik ben Pajama Sam. Dat is gaaf. Zeg, Pajama Sam, hoe zwaar ben je? Ongeveer 21 kilogram? Ik weet het niet. August Augurk vergist zich nooit in zulke dingen, kerel. Jij weegt 21 kilogram. Oké. Zou ik jouw zak mogen hebben? Iemand na jou? Natuurlijk, neem hem mee, ventje. Ik heb hem niet meer nodig. Hoi, ik ben Pajama Sam. Ben jij een van de afgevaardigden voor het Vredescongres? Maar wie? Ik ben Fred Baguette van de Brood- en Granengroep. Kun je daar uitkomen? Helaas, nee, ik zit vast. Ik denk dat de enige manier om hieruit te komen is dat jij de bel luidt bij dit spel en mij wint. Nou, ik bedenk wel iets. Bedankt. Het is niet goed als Fred op het Vredescongres ontbreekt. Dat ziet er leuk uit. Oh. Ik zou willen dat de bel niet zo hoog ging. Jullie zien er gezond uit. Ja, we weten het. Hoi, wat is er aan de hand? Oh, je weet wel. We liggen lekker te bakken, hoor. Ja, gewoon wat zonnestralen absorberen.
Deze trainingsapparaten zijn verbonden met het reuzenrad. Ja, dat klopt, kleine kerel. Als we trainen, dan gaat het wiel draaien. Die kraan lekt heel erg. De kraan staat open, maar er komt geen water uit de tuinslang. Hier is nog een spaarpunt. Nu even serieus. Wat gaat van ha ha ha, plop plop plop? Een sinaasappel die zijn adem inhoudt. Hey, je bent niet grappig. Haal die andere maar weer terug. Snap je hem niet? Sinaasappel, adem, plop plop plop. Laat maar zitten, grapjas! Het is waar. Hij is niet echt grappig. Maar vertel me eens wat jullie van deze schone vinden. Dank u wel. Oké. En dan nu Tom Knolraap, de klopklopkoning. Graag een applaus voor Mickey Mayonnaise! Mickey Mayonnaise met zijn rare rode schoenen! Oké, allemaal, let op! Dit zijn pas leuke klop-klop-grapjes. Klop, klop, wie is daar? Meneer, ik ben Veel. Ik ben veel grappiger dan Mickey Mayonnaise! Je kunt wel zien waarom ze me de klop-klop-koning noemen. Klop-klop, wie is daar? Meneer, laat me! Meneer, laat me? Laat me snel binnen, want het is koud buiten! Hier is nog een spaarpunt. Ik hoop dat ik er 20 vind. Hoi, ik heb je show gezien. Zeg me eerlijk, was ik slecht? Nou? Ik wist het, ik ben vreselijk. Nee, dat wil ik niet zeggen. Ik heb geen fatsoenlijke grap meer kunnen vertellen sinds die snoepsoldaten hier doorheen marcheerden en al mijn speakbriefjes door elkaar gooiden. Ik ben een slechte komiek. Vind je het goed als ik je pompoen meeneem? Oké, knul. Leef jezelf uit. Bedankt. Mag ik even naar je spiekbriefjes kijken? Misschien kan ik ze op volgorde leggen. Ga je gang. Wat is rond, gerimpeld en blauw? Wat is klein en rood en gaat 120 km per uur? Een aardbei die in een auto rijdt. Ik wil alleen helpen, dit klinkt misschien beter. Misschien past een andere pointe beter bij deze grap. Waarmee maak je een salade, bouw je een boot en poets je je tanden? Sla, hou. Dat lukt misschien wel. Wat heeft gele en groene strepen, 600 poten en grote tanden? Ik weet het ook niet, maar het kruipt op je schouder. Dat lukt misschien wel. Wat gaat van ha 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 ha, plop plop plop? Een publiek dat uit zijn dak gaat. Dat lukt misschien wel. Ik wil alleen helpen de pointes op volgorde te leggen. Dit klinkt misschien beter.
Wat is rond, gerimpeld en blauw? Alsjeblieft, probeer ze eens uit. Nee, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat het zoveel beter is. Ik ga ze uitproberen. Ik ga ze uitproberen zonder de schone. Luister eens. Ik heb er nog één voor jullie. Wie is daar? Ik ben het, Mickey Mayonnaise. De man voor alle grappen en grollen. Licht aan alsjeblieft. Dit was de lievelingsmop van mijn goede vriend Bruce Springboon. Wat is rond, gerimpeld en blauw? Een sinaasappel die zijn adem inhoudt. Bruce vroeg me ook altijd wat klein en rood is en onder 20 kilometer per uur gaat. Niemand? Een aardbei die in een apparaat. Oh ja, hier is een van mijn diepere mysteries. Waarmee maak je salade, bouw je een boot en poets je je tanden? Sla, hout en een tandenborstel. U daar op de eerste rij, wat heeft gele en groene strepen, 600 poten en grote tanden? Waarom? Ik zou het niet weten. Ik weet het ook niet. Maar het kruipt op je schouder. Ik plaag maar, mevrouw. Het geeft toch niet, hè? Weet iemand wat ha-ha-ha plop 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 doet? Een publiek dat aan zijn dak gaat. Dat ging erg goed. Dat was mijn allerbeste voorstelling. En dat allemaal dankzij jou. Bedankt dat je me geholpen hebt bij het op orde brengen van mijn grappen en mijn carrière. Graag gedaan. En jullie, grote onhandige clownschoenen, ik heb jullie niet meer nodig. Als je me nu wilt excuseren, jongeman. Ik moet nu gaan om even een babbeltje te maken met mijn manager. Hij zei dat hij ze niet meer nodig had, dus ik denk dat ik ze wel mee mag nemen. Wie is daar? Passeert u even voor de foto. Natuurlijk, altijd. Thank you.